Gunther, heel hartelijk welkom. We zijn heel benieuwd naar wat je vanavond met ons gaat bespreken en wat je allemaal voor moois kunt bedenken samen met de grondstoffabriek. En ja, we denken, dit is vast een casus die je hart, na aan het hart ligt, omdat het om water gaat en dat is natuurlijk een primaire levensbehoefte. Ja, ik ben hier in de eerste plaats om te luisteren, zoals ik het laatste half uur heb kunnen doen en een heleboel dingen opsteken. Hè? Dus in de eerste plaats kom ik om te luisteren. Heel leuk. En dan... En in de tweede plaats kom ik hier om dat team te bewonderen, hè? Dat het allemaal bij elkaar gestoken heeft. Hey. Goed, in Nederland hebben we 24 waterschappen die het water beheren. En wij hebben heel veel beken, riolen en sloten, en soms onder de grond en soms boven de grond. Een van de dingen die we doen is, al heel lang doen eigenlijk, is energie produceren door middel van biogasopwekking. We doen dat steeds meer. En wat u misschien nog niet wist, maar wat ik u nu ga vertellen, is dat u ook al energie kunt kopen van de waterschappen. Dat noemen we waterschapsenergie. En ik denk dat als u de volgende keer naar het toilet gaat, zich meer realiseert dat u ook een bijdrage kan leveren aan energieproductie in Nederland. Wij zien de rioolwaterzuivering of de afvalwaterzuivering als het centrum om een verbinding te vormen tussen allerlei schakels met andere sectoren, papier, chemie, afval, energie, om allerlei stromen uit te wisselen als het gaat om water, energie, grondstoffen die allemaal rondgaan. Om er zo voor te zorgen dat dingen niet verloren gaan. Het huidige systeem van wet en regelgeving is niet duurzaam ingericht voor het grootste deel. Dus sommige dingen die wij als toekomst zien, die kunnen nu nog niet volgens de wetgeving. En ook daar zullen we nog een flinke uitdaging hebben om dat op te lossen. En daar wordt aan gewerkt, maar het is een mooie uitdaging. Ik ga jullie nu een filmpje laten zien van wat wij naast energie allemaal uit afvalwater kunnen halen. Oh, wastewater. The potential of wastewater for a bio-based economy is not recognized today, despite the enormity of its potential. We could be extracting essential resources from wastewater. Every year there would be 14,000 tons of phosphate, which could be used as artificial fertilizers, or for example detergents for dishwashers, or even in the food industry. Phosphoric acid is present in soft drinks. The cellulose from toilet paper could be used for paper, insulation materials and plastic car parts. There will be 140,000 tons of cellulose a year, which is the equivalent of 3 billion plastic cups. The algae that grows on our wastewater could be used for food and animal feed, as well as in the cosmetics industry. Alginates, 40,000 tons a year, could be used to thicken ink and sauces. Nitrogen is needed for ammonia compounds, which in turn are necessary for artificial fertilizers. From CO2, one can make calcium carbonate, which is used to make gypsum plaster or fertilizers for the greenhouse industry. And CO2 is what makes the bubbles in soda drinks. Syngas is a semi-finished product of chemicals, which could be used for production of glues, plastics, paints and cosmetics. Sulfur could be used for fertilizers or as an additive to rubber. Sulfates are used in gypsum plaster and as a raw material in the household goods industry. And what about the water itself? We could use it in industry as process and cooling water, or for irrigation in agricultural and greenhouse industries. The yearly production by water authorities in the Netherlands would be 2,000 billion litres. And what's so great about it all is that wastewater is everywhere. The concept can be applied from Africa to Alaska. All our fresh water, all the urine, feces and toilet paper, worldwide. What a raw materials yield that would be. And it would reduce the global ecological footprint substantially. Nou, who wouldn't want to dream about that? Even allemaal recht. Even recht staan. Eindelijk die verdomde benen, die armen strekken. Kom maar naar boven! Ja, hè? Zeg eens even goeiedag aan je gebuur. Heb je die al een goede dag gezegd? Hey, jou, alles goed? Wat vond je van die laatste presentatie? Ja? Oké, gaan we zitten. Ja, het is echt mooi. Gefeliciteerd met het team. Ik vind het fantastisch om er even op de achterbank te kunnen zitten en mee te kunnen luisteren. En gefeliciteerd met die gedachtenpatronen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij zo beginnen denken. Afvalwater is geen afvalwater. Afvalwater is inderdaad een enorme rijkdom aan verschillende dingen. In Korea heeft men een groep van professoren uit de Universiteit van Linköping bij elkaar gebracht uit Zweden. En dan hebben ze juist gedaan wat jullie deden. Een keer naar het water gaan kijken. En zeggen, wat zit er nu in, wat kunnen we eruit halen? En weet je wat die Zweden zeggen? Er zit onvoldoende rotzooi in. Je moet er wat meer rotzooi in doen. Het is veel te veel water en veel te weinig echt materiaal. En zij hebben dan gezegd, ja, maar wat voor rotzooi moeten we daarin doen? Moeten we het eruit halen? Ja, maar als je het eruit haalt, dan gaat er geld mee verdienen. Stop je toch graag veel meer erin? En toen hebben ze gekeken, wat kunnen we gebruiken? En wat is natuurlijk de beschikking? En uiteindelijk hebben ze dan het organisch gedeelte van het stadsafval mee in het water gegooid. Ja, dan werd het een dikke soep, hè? Dan is het niet meer dat waterding met wat wc-papier en zo. Dan wordt het dus helemaal meer. En dan hebben ze een tweede reflectie gedaan, want ze gooiden het erin. En nou, dan bekeken ze naar het resultaat en dat leek toch niet zo specifiek indrukwekkend te zijn. En dan zei een professor, ja, maar waarom gooi je die 2 containers sinaasappelen in 1 keer erin? Dat kan toch niet goed zijn? Nee, als je natuurlijk 2 containers rotte sinaasappelen erin werpt, dan heb je niet hetzelfde resultaat alsof je daar natuurlijk brood in werpt of suiker in werpt. Met andere woorden, we hebben daar een concept ontwikkeld dat heet de smart chemistry. Slim chemie gebruiken om te weten van... Ja, want we weten toch dat de mensen 's nachts om 3 uur niet aan het chassen zijn op het toilet. Hè? Dat weten we toch wel. 3 uur slaapt men en de uitzonderlijke die dan toch wel gaat, die gaat dan ook niet zoveel produceren. Met andere woorden, dat men gezorgd heeft dat men gedurende 24 uur een continue flow heeft van afval. En als er te weinig afval in het water zat, dan heeft men gewoon er heel wat afval van het solide afval bijgegooid. Weet je wat het resultaat was? 4 keer meer biogas. 4 keer meer. Met andere woorden, de logica van de beste professoren van Duitsland, die natuurlijk na 20 jaar geen geld meer konden verdienen, werd een beetje op zijn kop gezet, want nu had men 4 keer meer biogas. Wat doe je als je 4 keer meer biogas hebt? Heb je natuurlijk ook 4 keer meer water. Heb je water? Meer water? Want er zit natuurlijk in al die voedingsproducten zit heel wat water. Dat is 50% water. 60, 70% water. Dat wordt er allemaal gewoon bij ingegooid. Maar als we biogas hebben, wat is dan de reflex die we altijd hebben? Wat zou u ermee doen met biogas? Energie maken. En? Energie maken. Dus energie maken, ja, zie je, branden, hè? Ja. Dat is onze favoriete dingen die we doen. Als we iets hebben, dan gaan we het verbranden. Ja. Dus dat is niet blauwe economie. Blauwe economie is er iets mee doen. En zeker niet verbranden. Want wat wij geloven, en dat heb jij ook gezien, dat je een enorme feedstock hebt. Je hebt eigenlijk een feedstock. Je hebt dingen, materialen, molecules, polymeren, je hebt het ferment, je hebt vetten, je hebt al die verschillende componenten. En daar haal je dus die biogas uit. En het laatste wat we gaan doen is die biogas verbranden. De biogas gaan we eerst die CO2 eruit halen. Die CO2, dat is, ja, u kent het verhaal van CO2, daar moet ik niet op insisteren. Maar dan hebben we methaangas. Wat zullen we met methaangas doen? Nou ja, een van de dingen die we nu doen is, we verbranden het nog steeds. Ja, we verbranden natuurlijk. Nee, niet verbranden. U mag het woord verbranden niet meer uitspreken. Nou, wij transporteren daarmee. Ja, mobiliteitsproblemen oplossen. Ja, dat vind ik al een betere vertaling van de uitdaging. Maar is methaangas echt een goede brandstof? Want als je dan toch dat mobiliteitsprobleem oplost met die methaangas, wat blijft er dan over? CO2 inderdaad. Ja, we realiseren ons dus dat willen we toch niet doen, hè? Dus we zijn in een blauwe economie, we willen naar de nul-emissie, dus dat willen we toch ook weer niet doen. Maar herinneren ze nog hoe de molecuul eruit ziet van methaangas? CH4. Het is eigenlijk een heel eenvoudige, hè? Dat is een C'tje en een H'tje. Met andere woorden, stel dat we dat C'tje en dat H'tje uit elkaar kunnen halen. Wat hebben we dan? Koolstof en waterstof. Ja, en wat kunnen we met koolstof doen? Niet verbranden, hè? Koolstof. Ja, dan kunnen we plastics maken. Wat nog? Wat is het duurste op de markt vandaag? Een zuivere koolstof. Waar gebruiken we zuivere koolstof voor? Ja. Dus met andere woorden, we zitten met een feedstock. En hoeveel kost zuivere koolstof vandaag? 99% zuivere koolstof. Veel, 10.000 het kilo. Euro's. Niet roebels. Met andere woorden, waar gaan we nu naartoe? We gaan eventjes dieper kijken dan naar het zichtbare product dat we onmiddellijk opmerken. Omdat we goed genoeg weten dat de obvious, daar verdienen we geen geld mee. Dus we moeten naar het niet zo obvious om toch meer geld te verdienen. Met andere woorden, in mijn boek hebben we dat beschreven, dat heet de vortex. We gebruiken de vortex-techniek om die koolstofmoleculen te splitsen van die waterstofmoleculen. Nu hebben we zuiver waterstof. Wat doen we met zuiver waterstof? Verbranden. Ja, maar wat is het mooie? Wat komt eruit als je dat verbrandt? Water. Oh, ja, u zit toch in de waterbusiness? Zijn we niet gestart met water? Maar nu halen we de energie eruit op een heel intelligente wijze. Maar dan hebben we een zuiver koolstof. En waar verdien je het meeste geld mee? Met de koolstof of met het water? Of met de waterstof? Met de koolstof. Met andere woorden, we gaan terug naar wat we noemen de feedstock of industry. We gaan terug naar wat zijn de materialen die we kunnen leveren. En natuurlijk, we weten dat koolstof een belangrijke grondstof wordt voor onze chemische industrie, onze microelektronica. Wordt een belangrijke grondstof ook voor de medische sector. En als dit de sectoren zijn van de toekomst, dan moeten wij toch zorgen dat we onze eigen toelevering hebben van de basismaterialen. En als we het kunnen halen uit ons water, dankzij het mengen met wat meer afval, dan hebben we... Wat verdienen dan? Geld. Auw. Dat mag, hè? Dat mag. We mogen geld verdienen. Met andere woorden, in Ulsan, na 2 jaar, is er een akkoord gesloten met het chemische bedrijf SK Chemicals. Kent iemand hier het bedrijf SK Chemicals? Niet in Rotterdam aanwezig, nog niet. Misschien kunnen we havenbedrijven even mobiliseren om te gaan praten met SK Chemicals. Maar wat het belangrijke is, dat SK Chemicals is de grootste chemische groep van Korea. Die heeft strategisch alles gezet op koolstof, koolstofchemie, zuivere koolstofchemie. Want de Samsungs, die hebben dat nodig in de toekomst. De Samsungs willen het hebben uit Korea. Nederland, met uw filosofie waar u mee gestart heeft, kan diezelfde richting uitgaan. Dat betekent dat waar u eigenlijk naar kijkt, is dat u de feedstock wordt van de nieuwe chemische industrie, van de nieuwe micro-elektronische industrie, van de nieuwe medicijnijbedrijf. En dat is een andere kijk, met veel meer waarde, dan de goede reflexen die u al gemaakt hebt. Want het zijn goede reflecties. Maar om papier te maken, wc-papier te maken, toiletpapier te maken, vergelijken met de Kimberly-Clark modellen, dat gaat niet gemakkelijk zijn. En om die bioplastics te maken, van wat u dan heeft, dat gaat ook niet gemakkelijk zijn. En daarom geloof ik dat de uitdaging die misschien de hele, de blauwe economie, de blauwe tafel, het blauwe café en noem maar op, en de Bright Future Lab samen kunnen doen, is juist dat doordenken. Naar die meerwaarde. Naar die meerwaarde, want SK Chemicals heeft na 2 jaar een akkoord gesloten met de stad Ulsan. En juist zoals u zei, de stad Ulsan wordt vandaag betaald om het water te laten zuiveren. Want dat is een ander zakenmodel. Nu spreken we over een ander zakenmodel. Want het zakenmodel is niet dat u betaalt belastingen, wij zuiveren en we zorgen dat de rotzooi wel ergens naartoe komt. Het zakenmodel vandaag is... U expert, smart chemistry en het nagaan van de mogelijkheden om water te recupereren en te gebruiken. Dat gaan we nu gebruiken om een nieuwe feedstock voor onze industrie op te bouwen. Want ik geloof dat de toekomst van Europa hangt af van onze capaciteit om industrie terug op te bouwen. Met grondstoffen die wij onder controle hebben. En dat is niet met shalegas, niet met schistgas, dat is niet met petroleum, nog met NAFTA. Dat is met wat wij hebben. En op dat vlak ben ik volledig met u akkoord. Wat u doet met het bedrijf in deze reflectie is inderdaad ervoor te zorgen dat er terug een hele nieuwe stroom gaat komen van grondstoffen. Maar grondstoffen waar we een hoge meerwaarde mee kunnen genereren. Want als wij het sociale en het ecologische dat ons dierbaar is ook op niveau willen houden, dan moeten wij ervoor kunnen zorgen dat die meerwaarde gegenereerd wordt en moeten we ervoor kunnen betalen. Dat betalen, dat moet je starten met die grondstof. Als we vandaag als basisgrondstof voor de chemische nijverheid in Rotterdam is NAFTA. Waar komt die NAFTA vandaan? Niet van Nederland. En ik weet dat met een virus dat men dat kan overslaan en dat men ook in pijplijnen kan stoppen. Dat is heel mooi. Maar iedere $750 per ton NAFTA die hier wordt geleverd, gaat er 750 naar buiten. En zo groeien we de economie niet meer. Ik wil je hier niet op het podium laten gaan staan hoor. Je mag ook... mag ik nog even doorpraten, Patty? Ja? Ja. Ik heb geen beeldjes, ik heb dus gezegd, nou wat daar aan het gebeuren is met de beeldjes. Ik ga geen beeldjes laten tonen. Ik ga gewoon praten. In ieder geval hartelijk dank. Gefeliciteerd. Wij moeten ons herindustrialiseren. Wij moeten durven denken dat Europa de mogelijkheid heeft om te industrialiseren. Maar industrialisatie hangt af van toevoer van grondstoffen. En de toevoer van de grondstoffen moet van ons komen. Dus wij moeten gewoon onze eigen grondstoffen terug herdenken. Gisteren was ik in Brussel met de minister van Economische Zaken van het Brusselse gewest. En die heeft een heel programma opgezet om afval van de bouw te verwerken in Brussel. En wanneer men een plan heeft met een enorme constructie, een herconstructie, wat maakt u dan met het afval van die oude gebouwen? Wat zou u ermee doen? Ja, we maken er papier van. Stel u dat voor. Je neemt het afval van het gebouw, je vergruist het op 5 micron. Nou, dat zijn wel stevige vergruisers hoor. Dat zijn niet degenen die u thuis heeft om papier een beetje klein te snipperen. Maar je hebt dus een capaciteit om dat te vergruizen naar de 5 micron en zonder water te gebruiken en het mengen met een aantal petflessen, 20% petflessen. Denkt u wel dat we wel een paar petflessen zullen vinden in Rotterdam? Ja, petflessen vinden we wel, hè? Ja. Ik zie daar al een eerste, mevrouw, die van u zullen we al gebruiken. En ik zie er nog wel een paar. In ieder geval, het mengen van 20% bouwafval, 80% bouwafval met 20% PET, laat ons toe om in de stad papier te maken. Wie gelooft er vandaag dat er in de stad papier gemaakt worden? Geen enkele verantwoordelijke van de steden. U gaat het met de paddenstoelen samen doen. Natuurlijk. Ruimtes af. Ja. Maar dus, wij moeten dus zo kunnen doordenken dat die grondstof, bouwafval, vertaald wordt in papier. Een papier dat geen water verbruikt. En als je geen water verbruikt, wat is dat het grote voordeel? Dan kan je het in het centrum van de stad doen. Waarom moesten al deze papierfabrieken vertrekken? Omdat er geen water was. En als je geen water meer gebruikt, dan moet je niet meer die 50 ton water per ton papier rondpompen. En dan heb je natuurlijk 80% minder energieverbruik. Het probleem is dat onze industrie heeft de stad moeten verlaten omdat ze vervuilend en zo gulzig was. Maar als die niet meer vervuilend en gulzig is, dan kunnen we die terugbrengen daar waar de mensen zijn. En het is diezelfde logica die we moeten gebruiken, want we zitten met een enorme uitdaging dat iemand, en ik weet niet wie het is, maar iemand heeft ons in het hoofd geprent dat je eerst een landbouweconomie hebt, dat je dan industrialiseert, en dan ga je naar de diensteneconomie en dan wordt u een kenniseconomie. En jij, wat ga je dan eten? Wat ga je dan eten? En dus het probleem is, wij hebben geloofd dat dit het ontwikkelingsmodel is naar de moderniteit. En dat lineaire denken dat wij daarin terugvinden, is juist de reden van de crisis van Europa. Le mal de l'Europe, de ziekte van Europa, is dat we alles analyseren. En dan? Niets doen. Nee, we doen wel iets. We geven het aan Accenture en aan McKinsey om het te bestuderen, te analyseren, te certificeren, een beetje verder te analyseren, wat de strategische plannen op te zetten. En dan misschien het pilootproject te financieren en uiteindelijk niets doen. Europa analyseert, maar doet niet. Wij hebben inderdaad een nood aan een cultuur van mensen die gaan doen. En die niet gaan zitten analyseren. Niet analyseren. Doen. Geen zakenplannen maken. Doen. Geen budgetten opstellen. Doen. Je weet, het is in mijn student is het verboden zakenplannen te maken. SWOT-analyses te doen. Doe je SWOT-analyses en zakenplannen, gaat dan naar Erasmus. Ja, er is niks verkeerd aan. Maar dan gaat u niks doen. Dan gaat u werken voor een groot bedrijf in de toekomst. En dat groot bedrijf zal u zeker wel erg nuttig vinden. Dat u weet hoe dat u juist zoals alle andere MBA's zakenplannen kan schrijven. Je kan je downloaden van internet, moet je eigenlijk niet voor naar Erasmus gaan. Het staat allemaal op internet, het staat allemaal op Wikipedia. Maar wat niemand leert is het doen. Niemand leert meer het risico te nemen. Niemand leert om te doen en te leren terwijl men doet. En daarom geloof ik dat het zo belangrijk is dat men als een scan al die mogelijkheden toch op een rijtje zet. En als je al die mogelijkheden ziet, gewoon zeggen waar je hart naartoe wil. Wij laten veel te veel hier spreken. En dat geloof ik ook in jullie verhaal van Rotterdam heb kunnen vernemen. Je hebt een heleboel dingen gedaan. En hele dingen geprobeerd en geleerd. Maar dan ben je gewoon gezegd, nou, dat gaan we doen. En dat is misschien niet de rationeelste beslissing geweest. Dat voelde gewoon goed aan dat dat kan doen. En dan merk ik ook in jullie projecten. Men doet het omdat men het goed voelt. Wat wij vergeten is dat een entrepreneur die nieuwe regels aan het opzetten is op de markt, is iemand die erin slaagt om het te doen omdat zij zich goed voelt. Omdat men in zichzelf gelooft. Omdat men zelfvertrouwen heeft. En het huidige systeem doet er alles om de mensen hun zelfvertrouwen af te breken. U kan het niet. Je moet ervaring hebben, je moet diploma's hebben, je moet geld hebben, je moet vertrouwen van de bank hebben. Je moet vertrouwen van de politiek hebben. En als je dat allemaal niet hebt, dan kan je nog niet beginnen. Dus wat doen we? We beginnen niet. Met andere woorden, we moeten het gewoon de hele logica omzetten. Dankzij het feit dat je geen ervaring hebt. Dankzij het feit dat je geen geld hebt. Dankzij het feit dat je niet deze politieke ondersteuning hebt. Dankzij dat kan je echt innoveren ondernemen. En dat is de logica die we nodig hebben om echt te kunnen starten met een aantal innovatieve projecten. Toen wij 28 jaar geleden startten met het planten van de bomen in Gaviotas om te bewijzen dat we regenwoud terug kunnen opbouwen, dan werden wij voor gek verklaard. Dan was er een brief van een groep van wetenschappers, inclusief uit Nederland, uit Wageningen, die zegden, iedere penny voor Mr. Pauli is een penny wasted. En ze hadden gelijk. Op basis van hun wetenschap, wat zij toen wisten, hadden ze gelijk. Vandaag hebben ze geen gelijk meer. En dat is het voordeel van de wetenschap, die evolueert. Op basis van wat we doen. Niet op basis van wat we denken dat gaat gebeuren. En dus daarom is het een risicofactor, maar daarom is ook mijn vraag naar het doen. Dus de vraag is, is het zo dat ook in de blauwe economie winstmarge en kosten drijver is? Onze drijver in de blauwe economie is het genereren van meerwaarde. Je haalt zoveel meerwaarde eruit. En meerwaarde heb je nodig om gewoon te beantwoorden aan de basisbehoeften van iedereen. Want uiteindelijk wij leven van de meerwaarde zoals die aminozuren. En die aminozuren die worden geleverd door de paddenstoel. In de koffie zit die aminozuur niet in, maar de paddenstoel levert die. Dus we krijgen meerwaarde dankzij een paddenstoel. En de keten van energie, materie en het realiseren van meer voeding laat ons toe om die meerwaarde te genereren. En als je dat dan doet volgens onze filosofie van de Blue Economy met multiple cashflows, meerdere inkomstenstromen, meerdere voordelen, dan heb je de kans om het allemaal goedkoper te doen. Met winstmarges. Innovatiever. Maar het belangrijke is dat we een van de basisprincipes in mijn boek dat ik beschrijf, is dat 1 of 2 van de meest belangrijke basisbehoeften kan je zelfs gratis geven. En zo herstellen we de commons, het gemeengoed. Want een van de grootste problemen in onze maatschappij is dat wij alles geprivatiseerd hebben. En een van de gemeengoeden, die we dus juist kort besproken hebben met Bonaire, is dat we ervoor zorgen dat de bodem, de voedingsbodem, terug wordt opgebouwd. Nou, dat is een commons. Dat moeten we opbouwen. En dat kan je niet financieren uit een cashflow. Maar dat kan je wel voor zorgen dat binnen je cashflow een reeks van producten hebt, zodat je dat kan aanbieden aan de gemeenschap en de natuur. Dus het grootste probleem waar wij in zitten is niet financiering. Het grootste probleem is het blinde kijken naar core business, core competence. Ja, de hele economische formules zijn niet. Waar we dus schaalvoordelen moeten gaan zoeken enzovoort enzovoort. Daar moeten we kijken naar de alternatieve financiële modellen. En misschien ter afsluiting van mijn tussenkomst hier deze avond, even het voorbeeld geven van Porto Torres in Italië, waar we dus de bioraffinage opbouwen. We bouwden dus een bioraffinage voor 540 miljoen euro. We dachten het was 480, het is ondertussen 540 geworden. Dat gebeurt wel een keer als je dat voor de eerste keer doet en geen zakenplannen maakt. Dan krijg je dus budgetten die een beetje anders uitzien dan naar die. Maar 540 miljoen euro. Hoe financier je 540 miljoen euro? Dat financier je niet met een bank. Laten we er duidelijk over zijn. Geen bank ondersteunt dat. Korte termijn. Wie financiert het dan wel? Crowdsourcing 540 miljoen euro? Nog niet. Nog niet. De eigenaar van de oude raffinage, want als hij zijn raffinage sluit met 1400 personeelsleden, hoeveel betaalt hij dan om die gewoon op straat te mogen zetten? En dan zit hij nog met het grootste probleem, dat is een raffinage van 1964. Met andere woorden, wenst een beetje cadmium, wenst een beetje asbestos, wenst een beetje lood, een beetje zware metalen hier en daar. you've got it all. Met andere woorden, als die dat wil opkuisen, hoeveel kost de opkuis van 1400 hectare vervuilde grond? Het is daarom toch dat in het andere project, dat jullie project, jullie moeten ook niet betalen. Het is een vervuilde grond. En een vervuilde grond kun je altijd krijgen. Maar wij hebben het engagement aangegaan dat over de 25 jaar de vervuilde grond zuiver zal zijn. Dan gaan we betalen uit cashflow. Hoeveel is 1400 hectare waard als het niet meer vervuild is? Wie betaalt daarvoor? Wie is daarin geïnteresseerd? De bank. Nee, niet de bank. Een andere die geld heeft. Nee, een andere. Nee, een andere. De verzekeraar. Levensverzekeringen. Levensverzekeringen zijn desperaat op zoek naar projecten waar zij op 25 jaar kunnen investeren. Want door 25 jaar te investeren met een bewezen technologie en een bankgarantie dat indien het verkeerd gaat, het toch moet opgekuist worden door degene die oorspronkelijk vervuild heeft. Want die mag er niet uit zonder een bankgarantie te geven. Nou, bankgarantie is 0,7% vandaag. Dat is veel goedkoper dan een miljard te betalen. Met andere woorden, wie betaalt? Wij allemaal. Pensioenspaarders. Inderdaad, de pensioenspaarders, de verzekeraars. Dat betekent, je zit toch in een soort van crowdfunding. Ja, dat is een soort van crowdfunding. Dat is een levensverzekerings-crowdfunding techniek. Maar wie legt dan het kapitaal op tafel om die hele infrastructuur om te kunnen bouwen, om daar toch een bioraffinage van te kunnen maken? Nou, het is heel belangrijk. Voor het bedrijf Eni is het ofwel 1 miljard betalen om het op te kuisen, ofwel een half miljard betalen om de cashflow te genereren. Nou, hoe moeilijk is deze beslissing? It's an easy one. Dus wie betaalt? Eni. De eigenaar van de vervuilde grond. Waarom? Want als dit lukt, dan gaat hij een upside hebben. En als hij het doet zoals het altijd doet, is hij sowieso verloren. En ik geloof dat is het belangrijke waar wij moeten naar kijken. Ik vond het heel interessant bij jullie project dat je dus gaat naar de vervuilde gronden. Regio's waar men normalerwijze niet meer zou commercieel graag mee werken. Maar wij kunnen anderzijds een tweede ding doen. Wij kunnen een meerwaarde genereren die ervoor niet bestond. U weet onze feedstock voor het project van Novamont in Porto Torres in Sardinië zijn distels. Nou ga je naar een bank en zeg ik ga elastomeren, bioplastic en onkruidverdelgers maken uit distels. Hoeveel financiering denkt u er gaat krijgen? Nul! Distels, meneer Pauli, ja, u schrijft wel boeken, maar alsjeblieft, toch niet met dit hier. Hè? En daar moeten we gaan naar mensen die begrijpen wat het wel is. En wie begrijpt het? Hij of zij die elastomeren nodig heeft. Want elastomeren vandaag zijn dure chemische producten. Bij wie was ik vandaag op bezoek? Bij Interface. Interface gebruikt heel wat elastomeren. En ze zijn altijd bezig over hun duurzaamheid, maar al die elastomeren komen nog altijd uit NAFTA. En ik ben bij Interface en ik heb hem rechtstreeks gezegd, jullie moeten dat doen uit distels. Dan ga je mensen beter begrijpen. En dat kan. En vanaf februari kunnen we leveren uit Porto Torres. Wat vragen wij dan aan Interface? 1, kijken. 2, voorbestellingen doen. Wenst u een exclusiviteit voor 3 jaar, dan koopt u zoveel ton van dat. En by the way, het is goedkoper. Dan zegt u, hoe doet u dat? Ja, omdat ik ook nog die pelargonische zuren uit de distels haal. Dat is dus de onkruidverdelging. De natuurlijke onkruidverdelging van de distels. Pelargonische zuren. Die normaal heel duur worden geproduceerd, maar die hebben we. En dan gaan we naar de boeren en zeggen, we hebben nu smeermiddelen uit de zaadjes. En die smeermiddelen gebruiken we voor wat? Voor alle landbouwapparatuur. En Nieuw-Holland, dat is de grootste producent in de wereld, eigenaar van de Fiat-familie, van de Agnelli-familie. Nieuw-Holland hebben dan gemotiveerd om vanaf 2015 alle smeermiddelen in hun landbouwvoertuigen allemaal te maken van distels uit Sardinië. Dat zijn voorafkopen, dat zijn voorkopen die we doen. Zij engageren zich om allemaal te... Dan weten we dat wij onze 80.000 ton aan smeermiddelen hebben verkocht. Aan wie? Aan een Italiaans bedrijf. Dat waar werkt, Piemonte. Waar zit het hoofdbedrijf van Novara? In Piemonte. En zo zwengelen we de economie terug aan. En wat hebben we uiteindelijk gedaan? Landbouw terugkoppelen aan industrie. Aan producten die veel duurzamer zijn, aan producten die wij in ons dagelijks comfort nodig hebben. En zo, het is de eerste bioraffinage. Dus een druppel, nog geen druppel in de wereld van de plastics en van de chemicals. Maar ik geloof dat als wij dit zien, dan zie ik inderdaad in 5 of 10 jaar 2 van deze installaties in Rotterdam. Of 3. In plaats van de 5 die er nu staan van Shell, BP, Kuwait en noem ze maar op. Die vervuilend zijn en die misschien een traditionele economie voorstellen, maar die kunnen niet overleven op basis van de NAFTA-prijzen van vandaag en zeker niet met de overcapaciteit van NAFTA-verwerking in China en in het Midden-Oosten. En strategisch kan Shell dat nog niet sluiten en strategisch kan BP dat niet sluiten. Maar het komt, dus de kans krijgen. En de kans kan niet zijn dat het uiteindelijk failliet gaat. De kans is dat we zien dat we een fietsstok hebben om deze fabrieken om te vormen in bioraffinages. En deze visie hebben wij nodig. En daarom zijn uw reflecties ook zo belangrijk. Wij moeten een continue zoektocht hebben. Waar zijn de fietsstoks van de toekomst? Met wat wij hebben. En wat wij duurzaam zelf produceren. Zonder dat wij ons moeten laten verleiden nog in NAFTA of laten verleiden door genetisch gemanipuleerde gewassen. Die hebben we niet nodig. Maar het alternatief moet er zijn en de meerwaarde moeten we hier halen. Gaan we daar beginnen? Misschien eventjes aan te starten met naar Bonaire te gaan en koraaltjes te planten. In ieder geval, ik dank u en ik wens u nog een goede tijd.